Heerlijk, nieuw seizoen voor de deur. We gaan beginnen met uw team voor te stellen van RB Racing GP. En dan beginnen we met teammanager natuurlijk. Jarno Jansen, welkom. Dankjewel. Ja, kriebelt het al, zeker als je die beelden zo ziet? Ja, dat kriebelt altijd. Daar zijn we mee grootgebracht en dat zal altijd zo blijven. Ja, we gaan het zo hebben over al het nieuws wat gaat komen. Maar toch ook even terugblikken naar die twee aparte jaren. Hoe hebben jullie die beleefd, beheerst door corona natuurlijk? Ja, waren zonder meer speciale jaren natuurlijk. Vooral het racen zonder de fans, zonder het publiek was gewoon in het begin heel vreemd. Na gelang wen je daar natuurlijk ook weer een beetje aan. En het is des te leuker als die mensen weer terug gaan komen. Ja, en belangrijk denk ik ook, want financieel is dat natuurlijk ook lastig geweest, denk ik. Ja, natuurlijk. Hè. Kijk, al de teams zijn toch ook afhankelijk van de beleving. De mensen die naar het circuit komen, de fans, de sponsoren die op locatie kunnen komen. Als je dat dan mist, ja, dat merk je. Ja, en dan is het lekker als je sponsoren hebt die achter je blijven staan, toch? Dat is altijd heel belangrijk en daar zijn we heel trots en heel blij mee dat dat ook nu het geval is. Dat we terug kunnen vallen op onze trouwe sponsoren. En we hopen gewoon dat we dit jaar natuurlijk kunnen knallen. Met name in de races en tijdens de TT van Assen. Dat we weer volle tribunes zien natuurlijk. Ja, absoluut iets om naar uit te kijken. Ook een verandering dit seizoen bij jullie, want jullie zijn terug bij Calix. Ja, klopt. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, we hebben 4 jaar een coöperatie gehad met NTS, een Japanse leverancier, chassisleverancier. Helaas door de situatie die ontstaan is natuurlijk in de afgelopen jaren, hebben hun zich terug moeten trekken uit het kampioenschap. Wat voor ons dus een opening gaf om weer terug te gaan naar Calix. En dat hebben we gedaan en daar hebben we mee getest, 7 dagen nu al, ja, met de rijders. En dat gaat goed. Dat gaat goed, ja, mooi. Betekent wel een beetje dat iedereen zo'n beetje dezelfde materialen heeft. Wat denk je dat dat gaat betekenen? Ja, het wordt een beetje een eenheidsklasse. Dat was het natuurlijk al door dezelfde engine unit, de Triumph engine unit, dezelfde banden, dezelfde brandstof, dezelfde olie. Nu 26 Calix chassis van de 30 motoren. Maakt het onderscheid tussen de coureurs nog belangrijker. De coureur gaat eigenlijk echt het verschil maken. Ja, en jullie hebben 2 hele jonge gasten, Barry Baltus en Zonte van der Goorberg. We gaan ze straks voorstellen. Eigenlijk het jongste team ooit, geloof ik, hè? Ja, het is echt ongelooflijk als je daar nu aan denkt. Toen we zelf 16 waren, dat we op de Kreidler, de Zundap, de Poeg Maxi de buurt onveilig gingen maken. Nu komen die jongens voorbij met 300 km per uur. Kippenvelmomenten natuurlijk, maar ook natuurlijk iets voor een team wat je wel in oogopschouw moet nemen. Dat je daar met hele jonge jongens dit doet. Ja, het is ook wel weer mooi, hè, dat je op zo'n manier kan laten zien van hey, er is talent en wij durven daarvoor te kiezen. Ja, zeker. Ik denk dat we heel trots moeten zijn op deze 2 jongens. Echt ongekende talenten. Wel talenten in ontwikkeling. En dat moeten we ook goed in onze gedachten houden. Dat we stap voor stap dit project met elkaar aangaan. Ja, want hoe doe je dat dan als je die jongens hebt? Hoe ga je ze proberen zo goed mogelijk te begeleiden? Nou, natuurlijk hebben die jongens een enorm talent om heel hard met motoren te rijden. Alleen het niveau wordt steeds competitiever, steeds hoger. En je probeert gewoon de rust te bewaren binnen de club, binnen het team. En stapje voor stapje natuurlijk naar snellere rondetijden te gaan. Ja, maar jullie hebben ook een heel ervaren team eromheen, toch? Ja, we hebben een heel ervaren team. Een team wat al jaren bij elkaar is eigenlijk. Bestaande uit verschillende nationaliteiten, maar heel veel ervaring. Ja. Nou zijn jullie al even bezig met die voorbereiding. Kun je ons meenemen? Hoe gaat dat tot nu toe? Je zei net al even kort goed, maar kun je er iets meer over vertellen? Nou, met Zonta zijn we natuurlijk al in oktober begonnen. Met een rollout, Moto2 rollout in Portimao. Dat was echt zijn eerste kennismaking met een Moto2 machine. Ik denk ook wel iets waar hij toch wel even slapeloze nachtjes van gehad heeft natuurlijk. Hè. Maar hartstikke leuk. Gaan we zo eens aan hem vragen. Ja, daarna hebben we 2 dagen getest alleen met Zonta. Toen nog met de NTS-machine in Jerez in november. Nou, we zijn de winter ingegaan en we zijn in begin februari begonnen met de Calix-machines. We hebben 7 dagen nu gehad met de rijders. En we zijn klaar om te beginnen in Qatar. Ja, zullen we ze er eens bij gaan roepen? Ja, met de eerste, lijkt me een goed idee. Beginnen, Barry Baltus.
Can you please join us? Kun jij misschien eerst vertellen, van, hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling? Kijk, Barry is een ongelooflijk talent. Van vroeger uit, in alle klasses dat hij in principe gereden heeft, was hij een topcoureur. Als ik nu zie waar we vorig jaar begonnen zijn, hè, op het niveau waar hij nu staat, is een ontzettende groei. We hebben een beetje pech gehad in het voorseizoen met een best wel een zware blessure. De eerste 4 wedstrijden hebben we moeten missen met Barry. Maar hoe hij zich ontwikkeld heeft en hoe het opgepakt is, is heel goed gegaan. Vorig jaar ook zijn eerste 2 WK-punten kunnen scoren in Duitsland. Dus ja, we hebben echt de verwachtingen dat we dit jaar echt gewoon een hele grote stap kunnen maken met Barry. Ja, Barry, welcome. Het is een beetje gehaald, zie je dat, Bas. What happened? Yeah, it was a crash in Jerez in the second test. Yeah, okay. Looks doesn't look good. You're from Belgium, man. Yes. Did you understand anything of what he said? No, I'm sorry. I understand nothing of Netherlands. So okay. Only Jazeker. So yeah. It were only good words. How is it to be part of this team? Yeah, it's amazing. The team made the opportunity last year to join the team and was an amazing opportunity. Last year was not an easy year because it was the first year in Moto2. Yeah, you were only 16. Yeah, it was only my second year in the World Championship. And it was not easy, but step by step we improved race by race. And at the end of the season, maybe over the camera was not the best result, but we saw inside of the box was a step. So yeah, we cannot rate this season. Yeah, what made it so hard, your first season? The Moto2 is physically difficult compared to the Moto3 the year before. Mm-hmm. And the NTS was only two bike with the NTS, so it was a little bit complicated. But this year we have the Kalex. We have the same bike than the other, so no excuse anymore. No excuse anymore. And what do you expect of this season? Well, we expect a lot. The test was so great. We directly feeling comfortable with the bike. And We coming with in the second season completely different mind than last year. Last year was a bit scary about everything. We was the kid in the middle of everything. This year we are coming with much more experience, much more comfortability, and also on the team is so nice. Yeah, and you were talking about the feeling. Is that something what's important? How your feeling is with the bike? It's completely different than the NTS. It's a completely different bike. It's not because you have a Kalex you will win the race. It's mm-hmm. It's not this, but for going to take the last second is so difficult. So yeah, it's completely different. But step by step, we understand the Kalex, and this last test was so great. So we cannot wait the first race in Qatar. Yeah, do you race without any fear? No, we are coming to the first race. We make our best, and we will see how it's going. Last year in Qatar was not the best because we don't make the race. Mm-hmm. So this year we will make the race. Yeah, and how's this for you? Is this special or is this just normal? And yeah, it's normal. Happens a lot. It's a part of the job. Huh? It's part of the job. No, it's part to stay on the bike. Huh? Yeah. but the crash is also part of the job. You know? Yeah, but we are a rider. Yeah, dat is het wel, toch? Het hoort erbij. Kijk, je gaat natuurlijk met deze jongens dadelijk op het hoogste niveau acteren en. Dit hoort gewoon bij. En natuurlijk, hè, het allerbelangrijkste is dat je na een race, ongeacht het resultaat natuurlijk, met iedereen, dat iedereen gewoon lekker veilig thuis zit. Maar dit hoort er gewoon bij. Gelukkig is hij er verder ongedeerd vanaf gekomen. En, Thank you very much and good luck this season. We'll see you a little later again when we will show your new bike. Zonta, maybe you can join us if you can erbij komen. Dat kunnen we gewoon weer in het Nederlands doen, Jarno. you can sit over there if you want to. Yeah. Eerst eventjes, voordat we naar Zonta gaan, is het een groot verschil tussen die twee jongens onderling? Zeker, het verschil is er nu zeker wel. Hè? Ja? Met name omdat Barry natuurlijk zijn tweede jaar in gaat. Hij weet wat hij kan verwachten. Ik gaf het al aan. Het grootste verschil is echt dat Moto2 heel erg fysiek is. In vergelijking met de Moto3, maar ja, je ziet maar ook het in over karakters? Of karakters, de rijders, ja, natuurlijk. Ja? Daar zit in iedere coureur zit een verschil van karakter in. Wat we bij Zonta zien, en ik ken hem natuurlijk nog niet zo goed. Mm-hmm. En dan met Barry is toch wel een verschil. Barry is echt een
Maar hij is meer de professor op de motor. Hij doet alles heel precies, heel netjes. Hij overlegt alles. En Barry heeft nog wel eens ooit een eigen van... ik vlieg er vol in en ik zie wel wat schipskant. De professor op de motor. Hoe klinkt dat, Sonta? Ja, wel een soort van de waarheid. Ja? Wat doet een professor op een motor? Nou ja, ik rij redelijk veel met mijn hoofd, zeg maar. Wat hij ook al zegt, zeg maar, dat Barry af en toe gewoon komt... nou, dan moet het maar gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. En dat is bij mij iets anders. Dus wat dat betreft zit er wel een soort van waarheid in, ja. Ja, kun je er een klein beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ik rij met mijn hoofd. Je denkt eerst na voordat je die motor ervoor kwakt, zeg maar. Nee, ja, maar dat lijkt me toch sowieso voorwaarde? Het is natuurlijk... Je denkt niet overal over na. Als je overal over na gaat denken, dan rij je 5 seconden langzaam. Maar dat lukt natuurlijk niet. Maar het is wel zo van dat je bijvoorbeeld denkt... oh, ik heb geen goed gevoel met de motor. Dan doe ik maar een stapje terug dat ik erop blijf zitten en er een rondje kan rijden. Mm-hmm. Maar je kan ook denken, ik heb geen goed gevoel. Nou, dan rijd ik maar gewoon hetzelfde tempo door en dan hoop ik maar dat het goed komt, zeg maar. Dus ja, dat is dan een verschil, zeg maar, tussen verschillende coureurs. Ja, jeetje, hey, net 16, hè? En dan sta je daar straks tussen al die mannen op het veld. Ja, dat zal wel even anders zijn. Er zijn gewoon jongens die dubbel mijn leeftijd zijn, zeg maar. Er is gewoon een rijder in het veld die gewoon... als je Barry zijn leeftijd plus mijn leeftijd doet, die is ouder als dat. Ja. Had je open kunnen zijn? Ja, nou, dat had ik mijn vader kunnen zijn eigenlijk, ja. Ja, dat komt wel neer. Ja, dat is een enorm verschil natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dat groeit vanzelf wel weer dichter natuurlijk. Ja, nou, sterker nog, daar kun je natuurlijk eigenlijk helemaal niet naar kijken. Want je kan niet tegen ze op kijken, je wil er voorbij, toch? Nee, ja, nou, precies. Het maakt niet uit of je nou tegen een... en 16 jaar aan het rijden ben, of een 30 jaar, dat maakt niet uit. Verslaan is verslaan. Verslaan is verslaan, klinkt goed. Wat verwacht je voor jezelf van het komende seizoen? Ja, niet heel veel natuurlijk. Het zal gewoon een leerjaar worden. En ja, het is ook mijn eerste jaar aan de WK. Veel, net als Barry bijvoorbeeld, had dan afgelopen jaar zijn eerste jaar aan de Moto 2. Maar die had al 1 seizoen Moto 3 gedaan. En veel reizen doen al veel meer seizoenen in Moto 3. Maar ja, die had in ieder geval 1 seizoen Moto 3 gedaan. En voor mij wordt het natuurlijk helemaal nieuw in de WK. Ik heb junior WK gereden, maar ja, dat is toch wel weer iets lager niveau natuurlijk. Helemaal vergeleken met de Moto 2. Ja, Moto 2 is een hele andere machine. Kom op heel veel nieuwe banen, helemaal de overzeebanen. Want ja, ik heb redelijk alle banen in Europa waar de GP's komen, heb ik eigenlijk al wel merendeels gereden. Maar ja, straks overzees gaan, Qatar, Indonesië, Argentinië. Dat ben ik allemaal nog nooit geweest natuurlijk. Dus ja, dat wordt wel even... Ben je dan ook zo'n gamer? Want die circuits zijn er vast ook... ik ken de circuits via games, ken ik al. Ja. Maar ja, in het echt is het toch anders. Ja, nee, dat geloof ik ook weer. Ja. Ja. Maar je, wat dat betreft kun je ze al een beetje dromen, of dat niet? Ja, wat dat betreft ken ik de layouts van alle circuits. Ken je natuurlijk wel voordat je erheen gaat. En dat weet van ieder wel, die weet wel gewoon de layouts voordat ze erheen gaan. Dat ook al bijvoorbeeld, ken je het niet in game, dan studeer je dat zelf wel in. Maar ja, al kom je er in het echt, is het toch wel even anders dan dat je even een layoutje op een papiertje ziet. Ja, als je nou iets verder vooruit kijkt, waar zie jij jezelf dan over een paar jaar? Nou ja, het doel is natuurlijk MotoGP wereldkampioen. Ja, maar dat is kijk, het doel dat wil van, ik horen. Dat is het doel van elke Moto 3 coureur, elke Moto 2 coureur en elke MotoGP coureur. Mm-hmm. Dat is het einddoel in de racerij, dat is het hoogste wat je kan halen. Dus ja, dat is uiteindelijk natuurlijk waar je heel je leven lang voor streeft en strijdt. Ja, heb jij wel eens een interview gehad dat niet de vergelijking werd getrokken met Max Verstappen? Ik denk toen ik kleiner was, zeg maar, toen ik jonger was. Ja. Dat ze toen die vergelijking misschien nog niet maakten. Maar de laatste tijd is eigenlijk altijd wel... ja, precies. Maar jouw vader heeft natuurlijk, Jurgen van der Goorberg, jarenlang op het allerhoogste niveau gereced. Heeft jou nou een beetje klaar gestoken. Zie je zelf ook die overeenkomsten? Ja, op een manier wel. Maar ja, het is allebei Nederlands. En allebei met een motorsport bezig. Maar daar houdt het ook wel op eigenlijk. Nou, natuurlijk. Allebei met de vader die het natuurlijk goed heeft gedaan. Ja, die het met de paplepel ingegoten heeft. Vierwielen, tweewielen, karts, motoren. Het is allemaal wel anders natuurlijk. Ja. De weg die Max Verstappen heeft gedaan is wel anders dan de weg die wij hebben gedaan natuurlijk. Maar ja, in een manier zit er natuurlijk wel een vergelijking in qua wat je al zegt, vader-zoon combinatie. Is jouw vader ook zo streng? Want van Max hebben we dit wel... Ja, we gaan nee, hem straks niet. Vragen. Ook. Nee. Niet met de zweep erover. Nee, en, niet, van, niet zo erg als dat Max is... Ja, je zou blind tekenen, denk ik, hè, voor het Verstappen-scenario die natuurlijk net... Als ik heb iets van die documentaire van Verstappen toen... dan zie je ook wel dat die vader toch ook wel goed streng op hem was. Uiteindelijk is het wel gelukt, dus... Maar bij jou ging het met de zachte hand, dus. Ja, mooi. Hoe is dat om vader en zoon in dat team te hebben, Jano? Dat gaat eigenlijk heel goed. Dat is ook een bewuste keuze die wij gemaakt hebben. En
de keuze is ook gewoon om Jurgen dus ook een echte job in dat team te geven. Zowel als coach als begeleider van Zonta. Maar niet zozeer alleen maar coach voor hem, maar ook het team te coachen, helpen, Barry te helpen, iedereen eigenlijk. Kijk, hij weet natuurlijk heel erg goed wat er gebeurt op het circuit. Hij is onze ogen op de baan. Mm-hmm. Dan kijkt hij natuurlijk naar Zonta, maar hij kijkt ook naar andere rijders. En daar maakt hij een vergelijk in. En dat neemt hij mee terug naar een pitbox. Daar praten we over. Hij had natuurlijk Zonta mee. Maar hij praat ook met de crewchiefs. En dat is gewoon belangrijk. Voor Barry hebben we... Zullen we halen gewoon, Jurgen? Ja, we halen hem er even bij. Kom er maar even bij, ja. Daar is papa. Ja, papa die dus al, een zachte hand heeft bij zijn zoon gehanteerd. Soort van wel, ja. Ja. Ik denk dat motorsport moet je ook anders benaderen dan autosport. Dan mag Zonta nu eventjes je omkleden zometeen om die motor te onthullen. Dank je wel zover. Ja, maar de zachte hand, dat heeft gewerkt. Ja, of ben je ook wel streng? Ik ben in zekere zin streng als hij domme fouten maakt. Zeg maar. In het begin van je carrière maak je vaak domme fouten. Dat vindt plaats van 11 tot en met misschien zijn 15 jaar. Zeg maar, dat de crashes plaatsvinden, denk ik, ja, dat had niet gehoeven. En dat is meer van 12, 13 jaar oud. Dan liggen ze er twee keer af in de weekend en denk je, ja, die ene valpartij had niet gehoeven. En dan kun je wel redelijk streng in optreden. Mm-hmm. Maar het grote verschil zit hem nog wel, de auto en de motorsport. In een kartje ga je van de baan af, doe je eigenlijk niet zeer. Met een motorfiets weet je gewoon dat iedere valpartij kan een mogelijke blessure oplopen en lig je voor lange tijd eruit. En dat is dus het grote verschil. En dus je moet zorgen dat ze ook zo min mogelijk afvallen. Ja, en, maar dat hoef je volgens mij niet zo heel veel te zeggen. Want als ze één keer vallen, denken ze niet van, dat ga ik morgen weer doen. Nee, dat zeker niet. En dat zeiden jullie er straks ook al. Ja, Barry is meer van het, en dan doen we dat gewoon. En dan, ja, dat wordt dan wel eens hard afgestraft. En dit soort motoren, een valpartij vindt al gauw plaats, zeg maar, met 200 km per uur. Ja, ze zijn goed beschermd, daar niks tegen. Dus squeeze zijn het veiligste wat je kunt doen. Maar het blijft motorsport. Het is geen autosport waar je in een cabine zit, waar toch wel veel meer beveiligd bent. En, dus ja, je moet ze ook wel beschermen. Daar zit een klein beetje die zachte hand in. Hoe is het om je eigen loopbaan een beetje terug te gaan zien nu in je zoon? Ja, het mooiste is, ik probeer hem natuurlijk te behoeden voor de valkuilen. En dat is wat natuurlijk waren jouw valkuilen? Nou ja, de valkuilen zitten natuurlijk in het begin van je carrière. Je weet totaal niet waar je naartoe gaat met al dat reizen erbij, wat er bij komt kijken. Jullie kijken alleen op televisie en denken, oh, dat is mooi. Maar je moet er ook naartoe komen. En dat weet Jaren ook. Het kost een hele hoop energie om al op het circuit terecht te komen. Dan moet je zorgen dat je spullen allemaal klaar liggen. Van je pak, helmen, lazen. Je drinken er staat. Je verzorging goed is. Je op tijd hebt gegeten. Dus nou kan ik gewoon tegen hem zeggen, oh, Zonta, nog een uur voor de training. We gaan nu eten. Oh ja, want hij weet dat niet. Hij is gewoon in zijn focus, zit hij al met die training bezig. Dus je moet zorgen dat alles klaar ligt. Alles geregeld is. Het is ook maar een 16-jarig iemand waar we het over hebben. En Barry in dit geval ook. Vind je dat niet moeilijk? Dat je die 16-jarige voor jou dan met 300 per uur over zo'n circuit zit racen? Heb je nee, dan iets dat, van dat, nee, dat gaat eigenlijk steeds makkelijker. Eigenlijk de eerste testen die we nog in november deden, dat was echt nog wel veel meer van, wow, dan gaat hij de eerste keer los op de baan. Ja. Komt hij voor het eerst met 2,90 voorbij. En denk ik, oeh, dat gaat wel hard. Ja. Voorheen deden we nog 2,40 en nu gaan we 2,90. Dus dat was eigenlijk meer gespannen dan ik nou, zeg maar, de laatste 3 dagen die we nou hebben gedaan afgelopen weekend tijdens een testsessie in Portimao. Dan sta ik redelijk ontspannen en gewoon wel van echt kijkend hoe hij de bochtentechniek doet, hoe zijn rijstijl is en waar hij schakelfouten maakt, waar hij probeert punten goed te doen, maar ook aanwijzen op wat hij fout doet. En dus ja, ja? Je ja, moet ja, nou toch, gaat hij al harder dan zijn vader of niet? Oeh. Verhaaltje gres, heb je dat al gehoord of niet? We hebben het er al over gehad en we hebben er ook al kostelijk om moeten lachen. Al een aantal keer. Vertel, deel het met ons. Nou ja, we kwamen eigenlijk tot een vergelijking eigenlijk. Ik heb natuurlijk heel mijn leven ook wel veel op gres gereden eigenlijk. Op de circuitbaan daar. En toen zijn we de rondetijd van mij gaan terugkijken. Weliswaar natuurlijk van een heel aantal jaar geleden. Ik moet natuurlijk wel mijn eigen beetje indekken. Ja, ja, ik voel maar dan maar praat, je dus, praat je dus van 2001-2002, wat mijn laatste MotoGP-jaren zijn geweest. Ik praat ook over motoren die echt meer vermogen hadden dan wat hun nu nog hebben. Die waren sneller op het rechte stuk en noem maar op.
Maar we kwamen wel tot de conclusie dat Sonta was op het moment al in de GRS 1/10 sneller geweest dan ik daar ooit heb gereden. Op zijn 16e? Op zijn 16e. Nou, lekker dan. Dus van de ene kant pijnlijk en van de andere kant juist hartstikke leuk. Ja. Je hebt hem juist verteld van, god, je bent al 1/10 sneller gegaan. En ik denk, hoe is dat nou weer mogelijk? Nou, toen groeide die gewoon, weet je. Dan zie je hem helemaal glunderen. Dus ja, dat gaat op meerdere circuits plaatsvinden dit jaar. Ja, ja. Dan heeft hij een ervaren team natuurlijk om zich heen. Kun jij dan ook al dat een beetje loslaten of is dat dan nog lastig? Nee, dat gaat eigenlijk prima. Dat heeft er ook mee te maken dat ik de laatste, ja, sinds het begin van Sontense carrière, laten we dan zeggen, de laatste 5 jaar heel intensief met hem bezig ben geweest. Maar je kunt als vader ook niet alles doen. Dat zie je nou ook wel met Jos en Max. Mm-hmm. Op een gegeven moment hebben ze Jos ook een klein beetje meer uit het team gehaald. Ik was natuurlijk monteur, manager. Ik deed alles van de truckrijden tot en met het eten koken. En je kan het zo gek niet bedenken. Sponsoren zoeken. Ja, op een gegeven moment blaas je dat zelf ook op. Ik merkte dat ook. Op een gegeven moment raak je ook wel uitgeput. En dus nu kan ik dat eigenlijk heel makkelijk loslaten. Het sleutelwerk. We hebben hele goede jongens. Ook een neefje van Sonta is een van zijn monteurs ook. Kijk, in het team. Dus daar kan ik af en toe nog even een keer Nederlands praten. Ik ga heel makkelijk om met de monteurs die nieuw kan. Zijn chefmonteurs zijn een Italiaan, zijn dataman is een Italiaan. Er wordt Engels gecommuniceerd binnen in het team. Jaren en ik kunnen het mooi eventjes zo af en toe in het Nederlands doen. En ja, dat vloeit allemaal in elkaar over. Ja, dus hij zegt, Jan, dat hij het makkelijk los kan laten. Ervaar jij dat ook zo? Nou, ik vind wel. Wat ik al aangaf, ik ben heel blij met... Jullie hebben nog niet buiten hoeven zetten. Van, met, nou, niet meer met de asset die Jurgen inbrengt in het team. En ja, ik kan alleen maar vol lof praten over de afgelopen voorbereiding die we gehad hebben. Hoe dat gegaan is en welke prestaties de jongens uiteindelijk neergezet hebben. Is gewoon echt indrukwekkend geweest. Ja, en jij bent natuurlijk goed met die details, zei je net al. Hoe die door de bocht gaat, of die op de juiste momenten schakelt. En hoe bereid je hem dan voor op zo'n race? Wat zijn dan dingen waar jullie het over hebben? Nou, kijk, in eerste instantie moet het plezier nog voorop staan. Of je nou Max, Barry of Sonte heet, het plezier moet altijd voorop staan. Met plezier komen resultaten. Daar is Mark Marquez bijvoorbeeld heel goed in. Dus hoe bereid ik hem voor? Gewoon zorgen dat je op tijd klaar staat. Op tijd, wat ik al zei, zijn voedsel hebt. En zorgen dat hij in zijn pak staat. En eigenlijk meer tot rust manen. Zond is wel echt iemand die heel prestatiaal gericht is. En dat vertelde ik hem laatst ook in de testdagen. Dan mag je rust weten. Ik zeg, nou is het nog 20-30% is het mooi. En 70% zit je gefrustreerd eigenlijk op de motor. Je wil eigenlijk nog mee. Je moet eigenlijk dat minimaal naar 50-50 toezien te krijgen. Het is 50 plezier, 50 is frustratie. Want je wil altijd sneller, maar je bent nog niet de snelste. Dus je moet hem zien te kneden eigenlijk. Van wat doe je wel goed, die bochten doe je wel goed, die bochten doe je niet goed. Probeer het dus aan elkaar te knopen. En dan kom je weer een stapje verder in je rondetijd en in je ontwikkeling. Oh, je moet nog zoveel leren ook in deze klasse. De banden krijg je nou steeds meer onder de knie, zeg maar. En dat heeft echt wel tijd nodig. Ja, hoe hou je die balans dan tussen plezier en werk? Want uiteindelijk is het werk geworden, hè? Wat voor trucjes zorg je dan van ervoor dat die... Het vooral doet hem dat hij het leuk vindt en dat het wat minder als werk is. Toch een klein beetje de druk aan de achterkant proberen weg te nemen. We gaan echt naar Qatar en we hebben geen verwachting. Ook al zijn de testen nu allemaal goed gegaan. We zijn in eerste instantie van start gegaan voor dit seizoen. Als we laatste worden en we zitten nog niet 5 seconden achter de laatste man, doen we het eigenlijk al heel goed. En we weten nu al, Zonta is zo gefixeerd. Die heeft al van, nou, ik kan met die laatste 5 tot 10 jongens kan ik al wat meekomen. Dus er zit al meer in. Maar we moeten niet ons eigen vooruit gaan lopen en zeggen, nou, we gaan nou eens even naar de top 10 kijken. Wanneer is het voor jou geslaagd dan? Wanneer is zijn seizoen voor jou geslaagd? Als er een hele goede progressie in zit, uiteraard, altijd. Maar vooral dat de tijd ten opzichte van de eerste... En dat bedoel ik te zeggen, als de eerste op 45 minuten de hele wedstrijd rond is gekomen... Ja, moeten wij zorgen dat we daar zo dicht mogelijk bij zitten in tijd, in secondes. En als dat in het begin nog een minuut is of anderhalf minuut... moeten we zorgen aan het einde van het seizoen dat het maar 30 seconden is. En wat dat dan eigenlijk het resultaat is, dat is dan eigenlijk aan ondergeschikt belang. Gaan we dit jaar punten halen? Als je het goed bekijkt, niet. De klas is enorm competitief. Maar wie weet doet ze nou wel een keer een regenwedstrijd voor... of iets waar je nou heel erg goed in voelt, condities. Kan het ook zomaar zijn dat je in één keer een leuk resultaat eruit weet te halen. Dat zou maar fantastisch zijn, we zitten echt zijn, in die leerjaren eigenlijk. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig, Jarno, want hij staat daar. Ja. Zullen we hem gaan onthullen? De mannen zijn volgens mij klaar in de pakken. Kom er maar bij. Gaan wij deze kant op, Jarno? Dank je wel, Jurgen, trouwens. Ja. In de... Ja.
Beweeg je daar een beetje makkelijk in? Zonder... Nou, dit is een nieuw pak, dus dat valt goed tegen. Maar ik zie je een beetje als een robot zo. Nou ja, het is helemaal nieuw alles. Een nieuw laars, nieuw handschoen, nieuw pak. Dus dat zit allemaal strak nu. Ja, maar en als je daarmee valt, dan... Dat zal je het nog beschermen. Ja, nou ja, bij hem zagen we dat het niet altijd... Also, Murray has a new suit. The test suits were used. So, now guys, you look both look brilliant. Amazing. So, let's hope that we will have a brilliant season together. So, please show to everybody the bike. Oh, oh, wacht. Ja. Komt hij aan? Kijk. Wauw. Dit is hem dan, Jarno. Vertel, wat maakt deze motor speciaal? Nou, ten eerste natuurlijk de mooie kleurstelling. Mm-hmm. En alle mooie partners die natuurlijk speciaal naar voren komen. Waar we heel blij mee zijn dat deze mensen toch aangehaakt zijn dit jaar. Nou, wat maakt deze motor speciaal? Het is een Kalex Motor 2 machine. Mm-hmm. Met een Triumph 765 engine unit, dus motorblok. Aangepaste versnellingsbak, dus geen standaard versnellingsbak. Aangepaste elektronica. Elektronica die door de engineers ook aangepast kan worden aan de wensen van de rijder. Dus iets meer, iets minder vermogen. Ook aanpasbaar voor de omstandigheden waar je in kunt rijden. Ja, early insfering, slicks banden. Echt een complete racemachine natuurlijk. Ja, Barry, what's the difference with last season? Yeah, the more difference is the stiff of the bike. The bike is much less stiff than last year. So, yeah, the NTS was a great bike for the first year. Was amazing. Mm-hmm. Was an amazing opportunity for me to join the NTS. But yeah, now for a new season, it's so nice to jump on the new bike. We need to learn also. But now after the test, we are confident and we cannot wait the first race to fight with the other. Ja, mooi. Zondag, ik zie jou een beetje zo staan. Het is zo lastig in dat pak volgens mij om rechtop te staan, of niet? Ja, ja, dat zit sowieso al strak. Dus met al die apparatuur erop en eraan, is nog lastiger. Hoe voelde die voor jou? Ja, voor mij was het natuurlijk een minder verschil tussen de NTS en de Kalex. Ja, ik had natuurlijk niet heel veel op die NTS gereden, vergeleken met Barry die een heel seizoen erop heeft gereden. Maar ja, je voelt wel dat is wel gewoon, wat hij ook al zei, gewoon wel echt twee aparte machines is. Maar ja, op deze kan je net zo hard gaan als op de NTS. En op allebei is het net zo moeilijk om hard te gaan. Dus uiteindelijk is het op allebei moeilijk. Hier moet het mee gaan gebeuren, hè? Ja. Ja. Dit wordt hem voor dit seizoen. En alle sponsoren staan er netjes op, Jarno? Ja, dat hoor ik dan na afloop, hè. Dan krijg ik telefoon. Hé, je bent mij vergeten. Maar ze mogen bellen. En wanneer is voor jou het seizoen geslaagd? Tot slot dan? Nou, ik denk wat Jurgen al heel goed aangaf. Kijk, we zijn... het project is... Met twee jonge rijders, tweede jaar met Barry. Van Barry verwachten we natuurlijk echt wel een stap. Hè. Hij heeft eind vorig jaar al laten zien dat hij er heel dicht tegenaan zit om in die punten te rijden. Je moet ook een beetje geluk hebben, de omstandigheden. Barry is, I can say it in English, he's amazing in the wet conditions. Amazing, he showed already last year, vorig jaar. You love the rain. Ja, Belgium, hè? Belgium, ja, en Holland as well. Nee, maar als de condities meespelen en in ons voordeel uitvallen... dan kan Barry gewoon voor een verrassing gaan zorgen tijdens zo'n weekend. Voor Zonta is precies wat Jurgen zegt. We moeten gewoon realistisch blijven. Stap voor stap moeten we gewoon vooruitkijken. Soms maak je een stap naar boven. Soms moet je een stapje terugzetten. Maar uiteindelijk moet je het eind van het jaar kunnen zeggen van oké, we hebben een stijgende lijn doorgemaakt. En we zijn op een niveau waar Barry nu staat. En dat kan hij volgend jaar ook verrassen. En dit jaar misschien natuurlijk ook al. Wij bij Ziggo Sport zijn vereerd dat jullie hier vandaag waren. Dat we jullie team mochten presenteren. En we gaan jullie natuurlijk volgen. Dank jullie wel. Ja, applaus natuurlijk voor RB Racing GT Team. Ja, we gaan jullie volgen, in de gaten houden. Want vanaf komend seizoen uitgebreid te volgen. MotoGP hier op Ziggo Sport. Ziggo Sport gaat vol gas het nieuwe raceseizoen in. Met alle MotoGP-races live.
Het vernieuwde Ziggo Sport Race Café. Alle Formule 1 samenvattingen met mijn commentaar. Het laatste Formule 1 nieuws. NASCAR. IndyCar. Rinus Vige wint in Indianapolis. En nog veel meer race-spectakel. Voor de racefan, door de racefan. De spannendste auto- en motorsportraces zie je hier op Ziggo Sport. De sportzender van Nederland. En natuurlijk kijken we daar heel erg naar uit. We hebben zojuist het Racing GP-team aan de RW Racing GP-team aan u voorgesteld. We gaan nu ons eigen team voorstellen. En dat doen we met een man die u natuurlijk al kent van de Formule 1. Rob van Gameren, welkom allereerst, Rob. Dankjewel. Ja, eventjes over die Formule 1. Want we beginnen alweer over een weekje met op 4 maart. Met het Ziggo Sport Race Café zin in. Ja, de Formule 1 is as we speak aan het testen in Barcelona. Mm-hmm. Dus eigenlijk hou ik een schuin oogje op social media wat er allemaal gaan is. Want het wordt niet uitgezonden. Nee. Maar ja, we hebben dit jaar bij Ziggo natuurlijk gewoon alle samenvattingen van de trainingen, kwalificatie en de races. En ja, natuurlijk het vertrouwde café op vrijdag en op zondagavond na een race. Ja, dus we blijven gewoon lekker vertrouwd over Max praten. Hoe vond je dat hij deed gisteren? Wat had hij 9e tijd geloof ik? Hij had veel ronden gereden. En, ja. Nou goed, ze hebben een hele bijzondere auto's dit jaar. Ze zijn heel anders qua look ten opzichte van vorig jaar. Maar goed, aan hem zal het nooit liggen, dat weten we. Nee, we blijven het volvolgen. Je zei al, we hebben die samenvattingen. Gaan we in die samenvattingen uiteindelijk zien dat hij zijn tweede wereldtitel gaat pakken, denk jij? Ja, schrijf me op. Nou. Ja? Nou ja, het is een groot vraagteken natuurlijk, omdat het allemaal wat dichter bij elkaar is gekomen. Ja, er valt nog weinig van te zeggen. Tijdens zo'n test, verwachting, hè? Ja, tijdens zo'n test kan je van rondetijden weinig zeggen. Maar ja, wat ik net al zei, aan Max Verstappen zal het nooit liggen. En reken maar dat hij nog niet verzadigd is naar één wereldtitel. Nee, vanaf 4 maart, het Ziggo Sport Race Café dus. Maar we zijn hier vandaag voor die MotoGP. Zeker. Want daarin ga jij een grote rol krijgen. Wat ga je doen? Ja, ik mag namens Ziggo Sport naar de MotoGP-races als pitreporter. Dus volgende week bij de Grand Prix van Qatar zijn we al ter plaatse. Eigenlijk mijn jeugddroom komt dan in de vervulling. Want ja, je wil gewoon altijd erbij zijn. En dat gaat vanaf dit jaar gebeuren. Dus jij gaat heel veel miles maken en overal met je neus bovenop staan. Hoe gaaf is dat? Ja, dat is top. We waren 2 weken geleden samen met Frank, de commentator, en Alvin, de cameraman, waren we al in Indonesië bij de test van de MotoGP. Dus daar hebben we al een beetje van kunnen proeven in de paddock. Alles op kunnen snuiven en kennis kunnen maken. Dus we zijn helemaal klaar voor om volgende week te vlammen. Ja, als je het nou vergelijkt met de Formule 1, is dit dan misschien nog wel iets, ja, hoe zullen we het noemen, heroïscher? Vanwege het gevaar van onderuitschuiven en dat je niet bescherming om je heen hebt? Nou, het heerlijke ervan vind ik dat ze gewoon lichaam aan lichaam strijden. Zeg maar. Wat je in een auto natuurlijk niet hebt. Ik bedoel, je kan met de banden kan je elkaar raken. Maar deze jongens zijn echt lichaam aan lichaam aan het strijden. Wat gewoon een extra spanningselement geeft. En gewoon bovendien de characters die op de motoren zitten zijn ook wel van een iets ander kaliber dan in de Formule 1. Er zitten een hoop grijze muizen bij zitten. Gelukkig is Max Verstappen daar een uitzondering op. Maar er zitten er ook een hoop bij waar je niet warm of koud van wordt. En in die MotoGP zijn allemaal leuke gasten zitten daar. Ja, leuke gasten. Maar dan komt het ook op jouw vraagjes aan, Rob. Hey, want ze kunnen ook een opvliegend karakter hebben. Ja, maar daar hou ik van. Laten we ze af en toe een beetje prikkelen. En het is gewoon voor de mensen die al jarenlang naar Ziggo Sport kijken, die misschien nog weinig van motorsport gezien hebben, is het echt een aanrader om te kijken. Het is gewoon altijd spannend. En de jongens zijn af en toe licht ontvlambaar. En ja, daar kan je alleen maar van genieten als kijker. En wat doen we dan met Rob Campus eigenlijk? Rob Campus is, as we speak, zich als een malle aan het inlezen voor het nieuwe MotoGP-seizoen. Laat maar kijken dan. Ja, vrienden van Ziggo Sport, MotoGP. Het spijt me ontzettend dat ik hier niet bij kan zijn, maar moet ik gewoon gewerkt worden en ik ben zwaar op trainingskamp. Zodat ik straks 4 maart helemaal okselfris erbij ben. Dus ik zie jullie, hè. Biertje, ja, doe maar. Wat moeten we nou met die helm van hem? Echt te verdetten. Volgens mij oren erop. Volgens mij is hij nu nog een keurig opgezet. Wat hij normaal op heeft. Tot slot, waar kijk je het meeste naar uit dit seizoen?
Nou, de onvoorspelbaarheid van alle motorklassen, zeg maar. Niet alleen MotoGP, maar ook de Moto2 en Moto3. We hebben Bo Bensnijder ook in de Moto2 rijden, die gisteren aan zijn sleutelbeen geopereerd is. Heeft hij gebroken bij een test, maar wellicht erbij, is volgende week in Qatar. Ja, het hoort er allemaal bij. Dus hoe competitief het allemaal is, dat is ja, het mooiste van het motorracen, vind ik. Iedereen kan daar in principe winnen. Dank je wel. Heel veel plezier. Wij gaan nieuwe gezichten aan u voorstellen. En dan beginnen we met analist en co-commentator. Dat is Barry Veneman, die hier niet lijfelijk aanwezig kan zijn. Barry, goedemorgen. Maar volgens mij ben jij ook hele leuke, mooie dingen aan het doen. Ja, goedemiddag. Ik zit ook in de sneeuw, net op 23 momenteel. En ja, dat is eigenlijk de reden. De zomervakantie schiet er vaak bij in. Dus doen we dat eigenlijk in de winter nu, op de winter een wintersportvakantie. Ja, ziet er fantastisch uit daar. Ik ga ondertussen twee collega's van je erbij halen. Als je het over motorsport hebt, heb je het natuurlijk over Frank Weenk. Kom erbij. Peter Bom, die ook co-commentaar gaat geven. Zijn die nou jaloers op Barry, dat hij daar lekker op die berg staat? Ik niet. Nee? Nee, ik niet. Nee. Ik ben niet zo van de sneeuw. Dus het zou voor mij niet veilig zijn om daar nu te zijn, want dan kan ik er volgende week niet bij zijn. Ja, dat zit ook wel weer in. Jij wel, jaloers? Ja, dat lijkt me fantastisch, een beetje skiën. Ja. Dat is nu niet in. Barry, als je het nou over komend seizoen hebt, waar kijk jij het meeste naar uit? Nou, natuurlijk de spanning. Kijk, wat Rob, wat je al zei. MotoGP, Moto2, Moto3, het is gewoon verschrikkelijk spannend. Echt elke race. Plus de techniek is natuurlijk elke seizoen weer verder gegaan. En we hebben nu een 2-jarige bevriezing gehad. En nu is het weer taak om vooruitgang te boeken. Dus daar kijk ik echt naar uit. En met name de Honda's op dit moment. Ja. Frank, voor ons is het een beetje nieuw natuurlijk bij Ziggo Sport. Kan jij ons nou uitleggen wat deze sport zo bijzonder maakt? Nou, eigenlijk heeft Rob al wel iets gezegd over de echte lijf-aan-lijf gevechten, hè, die je in de MotoGP ziet. Je hoort de geluiden, je ziet de snelheid, je ziet de hellingshoek, je ziet de rechtstreekse gevechten. En elke keer voor een wedstrijd, en ik zit dan niet op zo'n ding, maar dan heb ik toch nog wel, voel ik de spanning en de sensatie ook nog wel een klein beetje. Maar toch, die spanning, die trekt mij ontzettend. En ja, het klinkt misschien raar, maar ik kan me geen saaie wedstrijd van de laatste drie seizoenen herinneren. Oké, er zijn misschien wedstrijden geweest waar de kopman wat verder voor de nummer 2 zat. Maar overal, vanwege het feit dat de reglementen zo zijn dat iedereen een kans heeft. Ja, we hebben twee testen gehad in Sepang, Maleisië en in Indonesië. Daar zit het hele veld binnen 1,8 seconden. Mm-hmm. En dan hebben we het over 24 rijders. Ja, dan is spanning en sensatie toch ook eigenlijk gegarandeerd. Ja, bijna dit. En dan zijn ze allemaal binnen. Pet, heb je dat ook, die spanning voor elke race? Voel jij dat ook zo? Vreselijk. Ja? Ja, vreselijk. Maar jullie zitten zelf helemaal niet op de ding. Nee, maar ik heb heel veel jaren in het team zelf gewerkt als technicus. Ja? En dan was het al hel. De zondag is echt hel. Want dan heb je eigenlijk geen invloed meer. En zijn alle besluiten al gemaakt. En dan moet je alleen nog wachten op het resultaat. Wat gaat gebeuren? En nu met de MotoGP-races moet je ook een soort van zelf een stukje presteren. We moeten er wel de juiste dingen zeggen op het juiste moment. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ik ben er altijd bloednerveus voor. Dat verandert niet. Ja, wil ik ook nog even van jou weten, Barry. Ben jij ook dan bloednerveus? Of heeft het dan alleen te maken met het kunstje wat je bij ons mag vertonen? Nou, beide natuurlijk een beetje. Het is sowieso spannend om het kunstje te vertonen. Nee, ik ben zeker wel nerveus voor de races. En ik heb het met name wel met de Nederlanders, met Bo en met Sonta natuurlijk. En ook met Barry. MotoGP vind ik het met name gewoon verschrikkelijk spannend. En als de spanning hoog is, dan geniet ik alleen maar. Ja, en het is vallen, opstaan en weer doorgaan, hè? Want ook al breken ze wat, show must go on. Ja, nee, het is constant doorgaan bij ons. Kijk, ik had vanochtend toevallig de vader van Bo aan de lijn en een goede operatie gehad. Eigenlijk verwacht hij dat hij Qatar gewoon vol erbij kan zijn. En het is natuurlijk ook zo dat na een sleutelbeenbreuk dat we 4 dagen rekenen als je geopereerd bent, dat je weer actief kunt zijn, zolang die wond maar dicht zit. Dus ja, die show die gaat constant door. Die is constant bezig. Ja, is dat ook het speciale aan deze sport? Ze breken geloof ik alles. Alles hebben ze wel een keer gebroken, toch? Als het goed is, niet. Maar inderdaad, ja, het is een soort van veerkracht. Hè? Ik denk dat Peter heeft best wel eens wat gebroken. Ik ook wel. Maar als ik eens een keer hard van mijn motor afviel, wat ik dan hard vond, dan dacht ik van oké, nu even niet. Mm-hmm. Maar deze mannen zijn echt van een hele andere orde. Die hebben echt zoiets van ja, maar goed, het is wat Zonta en Barry eigenlijk ook al zeiden. Ja, it's part of the game. Ik wil niet zeggen het hoort erbij, maar het kan gebeuren.
Nou, en, als ik het zo beluister, hoort het er gewoon bij. Ja, ik vind dat altijd een beetje moeilijk om te zeggen, het hoort erbij. Maar het kan gebeuren. Ja, ik vind toch een nuanceverschil waar die jongens misschien wat minder bij stilstaan, maar wat ik altijd nog wel heb. Ja, Peter, vertel maar, waar heb je allemaal gehad? Oh nee, waar wil je beginnen? Dat gaat niet over mijn breuk. Gaan we van boven naar beneden of van onder naar boven? Dat gaat niet over mijn breuk. Dat wil je niet zien. Maar ik wil wel. Nou ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Ik hoef het niet daadwerkelijk te zien, maar heb je dan echt op zoveel plekken in je lichaam? Ik heb niet eens echt serieus gereest. Dat had ik nog niet eens nodig om al heel veel botten te breken. Ja, ik ben, laat ik zeggen, meer inzet dan talent en heel roekeloos geweest. Dus ik heb allerlei botten wel gebroken. Maar het waren altijd gewoon wel botten, zeg maar. Nooit geen scharnierpunten. Dus ik kan eigenlijk nog wel vrijwel alles, redelijk. Maar je wil me niet zien in mijn korte broek. Nee, dat kan ik beamen. Ja. Nou zagen we net die mannen in die pakken. Zonder had zelfs moeite om gewoon rechtop te staan. Dat zijn een soort airbags tegenwoordig al, hè? Er zit heel veel airbag in. Hè. Die spreidt zich helemaal uit. Dat begon met alleen maar hier en dat zit nu overal. Er zitten hele snelle mooie. Dat is van mijn optiek heel interessant. Hoe die elektronica erin zit, dat die direct herkent. Dit is wel een crash, dit is geen crash. En dat ding zich dan helemaal opblaast. Ja, die kleding is heel erg goed. Die ontwikkelingen gaan heel erg ver. Helmen zijn ontzettend goed. En tegelijkertijd komt de lat ook wel steeds hoger te liggen wat verwacht wordt van die jongens. Dus je geeft ze meer veiligheid. Vervolgens gaan ze quasi onbewust meer risico nemen. Daar zijn ze zich niet van bewust, maar die jongens hebben ook nauwelijks gevoel dat ze heel veel risico nemen. Ze doen de dingen die zij zeker weten, dat komt wel aardig goed. En dan kom je in dat grijze gebiedje wat van net jongens net zelf uitlegde. Barry, je hebt daar weinig moeite mee, die gaat daar wel even in. Ik weet niet zeker of het goed komt, maar het moet gewoon een stukje harder. Ja, naar de zonde, een jongen die overlegt zich dat nog een klein beetje meer. Maar voor hun gevoel op de motor is dat niet heel veel risico, hoor. Als wij langs de kant staan, dan worden we er helemaal wit van wat we zien. Maar zij hebben dat met hun reflexen en ervaring hebben ze aardig onder controle. Maar ze accepteren ook dat je soms in de grindbak eindigt. Ik wil nog even naar skigebied, naar Barry Veneman. Barry, heb je niet zo'n pak meegenomen daar? Dat je denkt, ik doe alleen maar zwarte pistes. Nou, ik heb wel een rugprotector om. Ja, dat wel. Ik heb geen airbag rugprotector. En ik doe trouwens snowboarden, want ik heb skiën geprobeerd. Eén dag, nu deze week, en dat was niet mijn ding. Nee, dat was niet zo'n succes. Dus ik hou het op snowboarden. Ja, even vast vooruit blikken. Wie gaat er eigenlijk wereldkampioen worden? Is daar één grote favoriet voor jou? Ja, voor mij bedoel je? Ja, ik denk toch wel Bagnaia, maar ook Marquez. Ik denk dat de Honda's echt een stap gemaakt hebben. En ik weet dat we allemaal vol op de Ducati zitten. Ik denk dat de kracht uit de hoek van Marquez gaat komen. Delen jullie die mening, Frank? Eerlijk gezegd, naar aanleiding van datgene wat ik in Indonesië heb gezien. Oké, dan stond hij nog niet helemaal bovenaan, maar hij zit er echt aan te komen. We moeten niet vergeten, hij heeft te maken gehad niet alleen met zijn armblessure van 2020. Die arm brak hij in Jerez in 2020. Daardoor was het hele seizoen eigenlijk afgeschreven. Vorig jaar aan het eind van het seizoen, nadat hij 3 wedstrijden had gewonnen, heeft hij een hele vervelende blessure gehad, waardoor hij dubbel zag, dubbel vision had. Gelukkig is dat nu weer goed. En hij zit er aan te komen, dat hebben we gezien. En wat Barry ook al aangaf, de Honda is echt een nieuwe machine. Echt, we hebben gezien dat Paul Espargaró, de teamgenoot van Marc Marquez, ook heel snel was. Snelste man in Indonesië. En die zei al tegen ons bij de Ziggo-microfoon, ik ben alleen tevreden in Qatar als ik win. En dat zou hij vorig jaar niet hebben durven hopen. En als we weten dat Marquez eigenlijk toch hoger moet worden ingeschaald als dan Paul Espargaró, ja, dan is misschien Mark wel de favoriet. Maar goed, wat ik net al zei, de verschillen zijn zo klein. We mogen niet vergeten dat we een wereldkampioen hebben op Yamaha. Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir, de wereldkampioen van 2020. Je kunt zo een stuk of 5, 6 jongens noemen die voor de wereldtitel kunnen gaan. En een stuk of 10 jongens die wel een wedstrijd kunnen winnen. Ja, Peter, jij nog een andere favoriet? Of zo? Ja, hij heeft er al zoveel genoemd. Schieten met hagel. Ja, dat was een heel compleet. Er zit vast een goede bij. Dat is het mooie van deze situatie. Moto 3, Moto 2. Weten we dat is chaos, want dan kunnen er heel veel iedere keer wel winnen. Maar MotoGP hebben we, denk ik, is wel heel lang geleden dat we zoveel mogelijke kansheppers hadden als nu. We hebben ook nog maar 2 pretests gezien, waarvan eigenlijk een beetje gekleurd was de tweede. Dus de verhoudingen liggen voor mij technisch gezien nog helemaal niet zo duidelijk vast welk merk wel en niet een echte stap heeft gemaakt. Maar het lijkt er heel erg op dat het gruwelijk dicht bij elkaar zit. En je kunt nooit Marquez uitsluiten. Dus als je mij nu pistool tegen het hoofd zeggen en zeggen, wie wordt het? Ja, je moet altijd op Marquez. Zolang die kan lopen, kan die winnen. Dus dat moet je altijd bovenaan hebben. Dat is een hele mooie. We gaan jullie volgen. Dank jullie wel. Barry, jij ook bedankt. En doe voorzichtig daar, hè? Want we willen je wel gewoon straks kunnen zien. Ja, nee, ik doe mijn best. Ik wil gewoon je best doen. Hey, naar beneden, punten naar beneden of punt naar beneden en dan gaan. Dank, heel veel plezier. Ja, dan hebben we niet alleen MotoGP, maar we hebben natuurlijk ook de Moto2 en Moto3 met Iwan van der Valk, die daar commentaar
gaat geven. Welkom ook. Ja, vertel ons even, waarom moet iedereen ook vooral naar die Moto2 en Moto3 kijken? Ja, Moto2 en Moto3 is eigenlijk bijna een cupklasse. Dus iedereen rijdt exact op dezelfde motoren. Oké, 26 Kalexen en 4 van andere merken. En in Moto3 heb je Honda en KTM, maar die ontlopen elkaar eigenlijk ook helemaal niks. Het zijn allemaal gastjes die super jong zijn, die ongelooflijk veel talent hebben, want je komt niet zomaar in die klasse terecht. Maar de verschillen zijn zo ultra klein dat echt, nou ja, Peter zei het net al even, iedereen kan bijna winnen. Iedereen kan gewoon op het podium komen. Iedereen kan top 10 rijden. Waarmee maak je dan het verschil? Waarmee maken rijders het verschil als het zo kort op elkaar zit? Talent, het team, de hele organisatie eromheen. Jurgen had het er al over, van het reizen er naartoe. Dat is al zo'n ding. Zorgen dat er rust is, zorgen dat je alles netjes op een rijtje hebt, dat je gegeten hebt. En talent. Ik bedoel, de een heeft gewoon meer talent dan de ander. En ik was van het weekend in Portimao, daar rijdt dan Pedro Acosta rond. Nou ja, dat is echt gewoon bizar. Dat ventje die laat zich direct al zien in die nieuwe klasse. En het verschil kan dus blijkbaar wel gemaakt worden. Maar ja, het zit zo dicht op elkaar. Binnen een seconde gebeurt de top 20. Ja, want we hoorden net van Frank, die al vertelde dat er heel veel mensen zijn die ook daadwerkelijk kunnen gaan winnen daar in die MotoGP. Is dat bij de 2 en 3 ook zo? Ja, bij Moto2, nou ja, je kan wel wat namen noemen. Maar uiteindelijk kan, nou, bijna iedereen is overdreven, maar de mensen die in de top 10 verwacht, kunnen eigenlijk ook allemaal gewoon winnen. Zo kort zit het om elkaar. Ja, je gaat het niet alleen doen. We gaan even luisteren naar jouw co-commentator, die zichzelf even voorstelt. Hi iedereen, Nigel Walraven hier, vanuit een super zonnig Spanje. Ik sta op punt om te vertrekken naar Valencia. Dan gaan we de eerste meters maken met Team Bolliger in voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. Maar natuurlijk staat het MotoGP-seizoen ook op punt van beginnen. Ik ben hartstikke blij, hartstikke trots om te mogen vertellen en zeggen dat ik deel uit ga maken van het Cycle Sport Racing Team. En samen met iemand van de Valk het commentaar ga verzorgen voor de Moto2 en de Moto3. Dus ik hoop dat jullie me snel gaan zien en horen, live op de zender. Tot dan. Ja, en wij zijn hartstikke blij dat jij erbij bent. Dit is de RW Racing GP Motor. Hebben zich net voorgesteld natuurlijk. Wat verwacht je van het team? Nou, ze geven het zelf al een beetje aan. Van Barry zou je moeten verwachten dat hij in de punten kan rijden. Top tussen de 10 en de 15 en misschien uitschieters naar meer. Voor Zonta is het gewoon leren. En als je inderdaad niet 3 seconden achter de nummer 1 en laat zit, dan doe je het al supergoed. Een punt zou fantastisch zijn, echt. En dan zit je dus in de top 15. Als hij dat voor elkaar weet te boksen, dan is hij echt al enorm veel gegroeid. Want zo'n eerste jaar is echt, nou ja, de hel voor iedereen die vanuit een ander kampioenschap komt. Het is zo ongelooflijk competitief. Ja, kun je dat uitleggen? Want waarom is dat dan de hel? Hè? Nou, uiteindelijk kun je het ook heel klein maken. Je zit nog steeds op een motor en je rijdt rondjes. Nee, klopt. Ja, alleen je zit allemaal op dezelfde motor, op een moeilijke motor. Echt volledige full-spec race motor waar alles aan verstelbaar is. Als je dan uit een ander kampioenschap komt waarbij je best aardig was of heel goed was, dan kom je nu in een kampioenschap terecht waarin iedereen sensationeel goed is. En waarbij het dan best wel eens tegen je werkt, dat je in het begin denkt, ja, maar hoe kom ik daar in vredesnaam ooit maar dichtbij in de buurt? En veel coureurs hebben het dus ook moeilijk door nieuw in de Moto2 te komen bijvoorbeeld, maar ook in de Moto3. Ja, en daar dan in de eerste race te zien van, joh, niemand een of ander, maar het gaat hier gewoon echt debiel hard. Ja, en zorg dan maar dat je daarbij aansluit. Dat gebeurt vooral in je hoofd, volgens mij, en in je team. En nou, die combinatie is volgens mij redelijk goed voor elkaar bij RW. En dan hebben we natuurlijk nog een Nederlander met Bo Bensnijder, ja, die dus net zijn sleutelbeen gebroken heeft. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht eigenlijk dat hij gewoon top 10 moet kunnen gaan rijden. En in ieder geval altijd in de punten zit. Ik denk dat hij dat aan zijn stand verplicht is. Het probleem is natuurlijk nu wel dat hij met dat gebroken sleutelbeen zit. Het schijnt een nette breuk te zijn en dan een plaatje erop. En dan, ja, het zijn geen voetballers, niet piepen, rijden. En dat gaat ook gewoon gebeuren. Maar ja, voor Bo is het wel zo dat dat de druk veel hoger op hem is natuurlijk dan op de jongens bij RW. Er zal gewoon serieus gescoord moeten gaan worden. En wat is in jouw ogen serieus scoren? In mijn ogen is top 10 gewoon serieus scoren. En dat is, dan zit je er echt gewoon serieus heel erg goed bij. Ja, dat is van heel veel dingen afhankelijk. En ja, Bo zal ook die stap toch weer moeten maken. Want dat is nog wel een stap van wat we tot nu toe gezien hebben. Ja, kriebelt het? Dit komt dichtbij nu, hè? Ik had net al bij die filmpjes al enorm kippenvel staan. Ja, we gaan er zo nog eentje doen. Ja, we zitten heel erg serieus te praten over motorracen. Maar het is vooral heel erg gaaf. Dat is gewoon het allermooiste eraan. Het is zo sensationeel sterk.
Leuk dat jullie erbij zijn bij ons hier bij Ziggo Sport. En dank je wel zover. Ja, we hebben veel. En wat hebben we dan daadwerkelijk allemaal? Nou, kijk maar even mee. Natuurlijk Moto2, Moto3, MotoGP, Formule E, IMSA, IndyCar, NASCAR, de W-series, de Porsche Supercup, DTM, Australian Supercars Championship. Kortom, enorm veel racen. Het komt allemaal voorbij hier op Ziggo Sport. Vergeet niet, we hebben natuurlijk de samenvattingen van de Formule 1. We hebben het Ziggo Sport Race Café, de MotoGP, dus NASCAR, IndyCar. Enorm veel, je hebt gezien. Voor de racefans dus enorm veel om eruit te kijken dit seizoen. Volgende week vrijdag. Dan gaan we beginnen om 22:30 met Ziggo Sport Race Café. En dat weekend staat dan natuurlijk ook meteen in het teken van die eerste, het eerste MotoGP weekend. Dank iedereen hier in de studio. Dank dat jullie hier bij ons aanwezig waren. U thuis bedankt voor het kijken. Ja, en we zien u heel graag terug hier op Ziggo Sport. Dag. We'll be right back.